waar. We zijn live. Dan moet ik eventjes de link zo gaan delen. Maar we kunnen hier alvast gaan beginnen. Kiezen het AI-team. En we starten met een 16 kilometer lange tijdrit in Pamplona. Dus laten we starten. Dan gaan we eerst delen, stream. Kijk hier, bam, delen. Link kopiëren. Zal ik tegelijkertijd eens kijken hoe de ranking er ook weer tegenwoordig ja, voor staat. Ja, jeetje. Oh, het is een ploegentijdrit, jeetje. Gaan we met gelijk Vodafone hier, gaan beginnen. Ja. Nee, dat klopt niet. Kierente had in die dingen gezet dat het een rit naar La Bastida was. Van Victor de Castais naar La Bastida. Ik ga het niet vertellen dat die hele TB niet klopt. Ik zal eens even kijken. Ik merk het niet. Oprecht. Ja, maar hij heeft een. Eens even kijken. Oh, nee, dat is inderdaad. Oh, ik zie al wat het probleem is. Hij heeft gewoon op etappe 1 klopt niet. Deze etappe 1 klopt niet. Oké, okay, wacht, ik moet even iets in mijn files hernoemen. We kunnen zo beginnen. Even kijken hoor. Deze moet ik dan wegdoen. Ik paralt en dan steeds wel moet weg. En dan moet ik komen in plaats van Historia Gasteiz naar La Bastida. Dat is 2023 voor deel 1. Oké, okay, dus even de PC afsluiten. Is dat ik het op tijd opmerkte. Ja, ja, precies, ja. En ik denk al vroeger tijd. Even kijken hoor. Zo. Zo, die staat er live op. Steam apps. Workshop. Even goed kijken welke is. Zal deze wel zijn. Dat deze is. Ja, oké, dat zal kloppen. Moet ik even kijken. Pa. Even kijken, hoe heet Baskeland? Even kijken, T. Top, 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 top. Hier top P Vasco, die parade. Top P Vasco. Deze twee moet ik even wegdoen. Wacht, ik doe even kopie hier. Ik ga ze even hier plakken voor de zekerheid. Staan ze hier ook? Ik hoop het wel. Okay, ze staan super ver, maar dat maakt niet uit. Ik moet even terug. Oh nee, ik moet even zien op stages. Iets Vasco 2023.
Plak dan, jongen. Jongen. Is toch kopieer, man. Ja hoor, het is gefixt. Goed bezig. Even kijken of het klopt. Godverdomme, het gaat lang duren. Ik heb op de woorden niet geklikt. Waar heb je op geklikt? Nee, niks. Kijk, hij klopt. Hoppa. Ik kan nog niks zien ook. Je bent in die... Ja, dan komt er dat. Ik moet die stream opnieuw aanzetten. 3D dus. Ik zet de stream opnieuw aan. Ik ga even snel poepen. Jij doet het eerst even deel. Godverdomme, ik heb echt nodig. Ja, het avondeten moet eruit. Nou, terwijl iedereen. Het is gelukt hoor. Door heeft de appjes aan het poepen is. Dat doe ik het begin wel. In plaats van een teamtijdrit gaan we dus beginnen met een veredelde sprintetappe. Waar, als we het nu op het beeld kunnen zien, Girmay toch wel als topfavoriet hier aan de start staat voor deze etappe. Samen met Ethan Hayter en ook Sascha Wemaes. Verder zien we ook Vernon, Halvorsen en Lene. Tussen de favorieten staan, net als Kort Nielsen, Mick van Dijken, Restrepo en Ryan Gibbons. Dus het is wel een beetje de B, misschien zelfs wel een klein beetje de C-garnituur onder de sprinters. Dat het hier vandaag mag gaan proberen voor de winst. Terwijl we nog aan het wachten zijn op alle planten die gegenereerd worden. We hebben ook even een timer aangezet, zodat we allemaal eventjes kunnen zien hoe lang Appjes aan het poepen is. Het scheelt als je niet zo groot bent dat er, als het goed is, er ook snel uit is. Gaat het beginnen? Dan gaan we een langzaam begin zien, aangezien ik geen controle heb hier over de camerawerk. We hopen nou natuurlijk niet dat de AI in de aanval gaat. Dat zou pijnlijk zijn. Terwijl we de eerste aanval met onder andere Azamat hier. Een man of drie in de achtervolging direct. Met Brunel daar onder andere. Waar de gelijk tempo ook in het peloton plaatsvindt. Mag allemaal niet weg. Er zullen er maximaal drie zijn waarschijnlijk die hier van het peloton de zegen krijgt.
Terwijl we alle close-ups van een paar bomen zien. Terwijl ook Chanford het gaat proberen in de aanval. En Heinz, die we ook in een van de andere rondes, het zou zomaar eens Parijs-Nice kunnen zijn, veel in de aanval hebben gezien. Baskeland, waar toch ook wel veel bergetappen zullen zijn in deze editie. Vandaag is eigenlijk de enige vlakke etappe op papier. Dus de sprinters zullen het vandaag moeten gaan doen. Terwijl de aanvallen blijven komen, ook Marchand probeert erin te komen. Een man of vier die nu voor het peloton uitrijdt. En er zijn er twee die nou een minuutje hebben. Maar zullen er nog wel aanvallen gaan komen? Ha, wat minder bomen. We zien iets meer. De motor voor het peloton uit. Veel verschillende teams die het tempo onderhouden. En het lijkt toch dat er maar twee man gaan zitten in de aanval van vandaag. Dat betekent dat ook de tussensprints waarschijnlijk wat meer body gaan krijgen. En het een rustige aanloop gaat zijn naar ook die eerste bergtrui. Dus een van de twee vooraan die gaat de eerste bergtrui dragen. Maar wie er vooraan zitten, geen idee. Goed, het is al weer eventjes geleden dat er een stream geweest is. Goed een maandje geleden. Maar gelukkig gaan we weer beginnen. Fijn dat Appjes in ieder geval de tijd heeft om ook te kunnen streamen. En ik had nog wel eventjes gekeken naar de huidige stand van zaken in de ranking. Deze is voor het laatste geüpdate na de Tirreno, dus betekent dat de nodige klassiekers die plaats hebben gevonden hier niet bij zitten. Maar dan zien we in ieder geval dat Continental na de Tirreno best wel dik bovenaan staat. Al een gat van zo'n 700 punten heeft ten opzichte van Coca-Cola in dit geval. En Continental is hier ook met Girmay. Die zagen we al eventjes als topfavoriet. Dus die zullen ook alweer de nodige punten kunnen scoren hier in het Baskeland. En Coca-Cola staat dus tweede. Met zo'n 700 punten achter op Continental. Derde plaats staat Vodafone Scott. En nog net boven die 2000 grens op de nummer 4 plek staat Lotto Jumbo. En ook Adrenaline Afrika Tour staat in de top 5. En vijfde, dat zullen ze wel blij mee zijn. Waar ze de afgelopen seizoenen onderaan hebben gebungeld en onder de onderste plekken hebben gestreden. Hetzelfde kan ook wel gezegd worden van Gucci Only Fans die zesde staan. Zeker met Mathieu van der Poel in de gelederen. Hebben ze toch ook al de resultaten geboekt. De Ronde van Vlaanderen hebben ze weten te winnen met Mathieu van der Poel. Dus wie weet zijn ze onderhand stiekem al in die top 5 gesneakt. Terwijl de eerste twee aan de klim begonnen zijn. Met 5,5 minuut voorsprong. Wat langzamerhand zelfs richting de 6 op gaat lopen. Peloton maakt dus geen haast om de twee koplopers in te gaan rekenen. En Appjes is toch al goed 8 minuten aan het schijten. En we zullen rechts zo meteen maar moeten gaan zien wie de aanval inzet. Zodat we in ieder geval weten van één van de twee wie in de kopgroep zit. En rechtsboven gaan we dadelijk zien wie dan ook de meeste punten heeft gepakt. Terwijl er links eventjes wat parkeergeld in de meter gegooid wordt. Klikken opstopping.
kilometer te gaan, zal nou de eerste aanval plaatsvinden. Daar zien we het, Zimmerman, een van de twee in de aanval. Daar zal Nicky toch wel blij mee zijn. Nou, als hier het peloton straks ook over de top bolt, gaan we ook zien of Zimmerman de meeste punten gepakt heeft. Terwijl ze onderhand toch al 7,5 minuten voorsprong hebben. Denk ik dadelijk ook wel even interessant te kijken wie de favorieten zijn hier voor het Baskeland. Terwijl we zien dat Zimmerman inderdaad de meeste punten gepakt heeft voor Nijlands. En Dahlberg en Jay Hindley hebben de punten gepakt in het peloton. En dan pak ik even de etappes voor mijn neus, waar vandaag, zoals ik al zei, de enige vlakke etappe is naar La Bastida. Alsnog redelijk wat hoogtemeters. 2300 om precies te zijn. Maar de grootste en zwaarste klim zojuist achter de rug is. Hier zullen de namen als Girmay het moeten gaan doen. Maar meteen dan gaan we vooral naar heuvelachtige etappes toe. De tweede etappe gaat richting Bilbao. Finish die erg op, misschien is het trouwens wel exact dezelfde finish, op de Tour de France lijkt. De eerste etappe. Ook daar zullen we Girmay wel vervoeren kunnen gaan zien. Ook etappe 3, dan vertrekken ze juist vanuit Bilbao. En gaat het richting Urdax Danxarineia. Kijk, voor dit soort gevallen hebben we appjes nodig. Maar dit wordt ook als heuvelachtig beschouwd. Maar toch eigenlijk een opeenstapeling van klimmetjes van derde en tweede categorie. De vierde etappe is een tijdrit, een heuvelachtige tijdrit. Waarna we na etappe 5 en 6 bergritten. Hey, opjes. Je hebt echt goed gescheept, jongen. Godverdomme, jongen. Hoe heet zeg. Mag je gelijk daar op de rem trappen? Ik wil graag lukken. Tjonge. Je bent 13 minuten weg geweest. 13 minuten? Ja, dat is echt een flink hoor. Ik kan niet liegen. Hij werkt nog wel. Ik kon nog doorspoelen. Oh ja, dat was het. Hoppakee. Twee koplopers. Heb je iets van kunnen zien? Nee. Ik heb rechts telkens kunnen zien wie in de aanval gingen. En wie de meeste punten gepakt heeft. Maar Nijlands is helemaal met z'n tweetjes maar. Dus stelt weinig voor. We hebben 7,5 minuten gehad. Ze hebben er nu nog maar 6, dus het peloton begint zo. Oh ja, toch. Week. En verder is er geen ruk gebeurd. Niemand gevallen. Nou, nee, joh. Dus de tussensprintjes worden pas weer interessant. Maar ik heb dus trouwens gemerkt, ik had het ondertussen ook al door. Dit is niet het enige waarvan die parcours ook niet goed in de debie staan. Waar bijvoorbeeld een rit uit mis. Ik zie hier het parcours van Baskeland. Als ik bijvoorbeeld misschien kijk. Volgens mij was ik naar de Tour gaan kijken. Komen we bij de tussensprit aan trouwens. Oh ja. Oei, ik zie ook gaten in het peloton. En niet één. Oh, dus zo is niks. Niks voor. Ah, daarachter zit ook een clubje. 22 man. Van Torini. En Nijlands pakt de sprint. En hier, kijk eens, er staan de sprinters in de ploeg. Flink tempo. En Mick van Dijk pakt het laatste puntje hier.
Het is natuurlijk nog wel een sprintritje. Ook lichtjes heuvel op, maar het zou niet veel voorstellen. Ah, nu is het wel een serieus schat. Ja, maar dat is die sprint gebeurt, denk ik. Ja, peloton lijkt inderdaad wel in stukken en brokken te liggen. Ja, het is oprecht hoor. Dit is geen grapje. Dan ga je kijken en dan zie je Alaphilippe. En dan zie je Vauquelin. Dus ja, dat is zo. En een val van Tullet en Vos. Dat lijkt me een vervelend moment. Oh, Solaire hier ook. Mas. En wat hebben we hier nog? Oh, nog een deel. Goed, hier gaan ze ook niet stoppen. Dus dat wordt ook interessant. En hierachter nog een roep. Deze roep bestaat uit Vernon. Ja, ah, nee, ja. Is niet waar. Niet interessant. Misschien Finicius en Angel. Wat zei je? Vos is wel een serieuze naam, denk ik. Een keer helemaal achterin zit samen met Tullet. Ja. Die gaan ook niet weer terugkeren. Die zijn ondertussen al klaar. Tullet inderdaad wel. Maar die is voor... Nee. Ik weet niet of dat... Ja, ja. Dat is de kopman volgens mij. Maar dat was de kopman zelfs. Oei. Ik denk het wel. En dat is zijn koers dan voorbij. Kunnen deze aansluiten is de vraag. De mannen van Red Bull zijn flink bezig, maar voor wie? Over McNulty natuurlijk. Ik zie vrij weinig hier. En ook de mannen van Jägermeister. Voor Schachman natuurlijk. Maar Schachman zit hier voorin. Oh, dat is een ander groepje. Sorry, ik zat aan een verkeerd groepje te kijken. Dit is het groepje. Dat ik moet zien. Toch de wereldkampioen, verwacht je toch meer van? En iets wat zijn rittenkoers zou moeten zijn. Dus er zit al een, zien sowieso een interessantere openingsfase. Maar het gat blijft ongeveer hetzelfde hierbij. Het sprint om hier terug te komen. Ze komen heel vlakbij. En het gat is gedicht. En dan moet je even kijken, want we gaan zo naar de sprint. Dus het tempo ligt hier weer hoog. Zie je dat de sprinters hier klaar zitten? De koplopers zijn daar weggeblazen, maar goed, twee man tegen zo'n aanstormend peloton. Oei, wie heeft hier de boot gemist? Tupalik dan, denk ik, weet niet. Of Verreg. Jansen. Dat was sprinter, denk ik, ja, ik weet niet. De tussensprint. Kijk, hier is Ryan Gibbons klaar. Hier zit Mick van Dijk, Wikkelaar, Streppel, Wemas, Hater, Kort Nielsen. En dan... En het is natuurlijk Heuvelol. Rechts wordt... En de Kort Nielsen pakt dan de punten voor Van Dijk en Gibbons. Oh, en om dit keer ontstaat er denk ik geen gat. Nee. Wel een groepje hier. Maar die zit zo. Ja, dan zou het kunnen dat het nou het tempo er helemaal uit. Oei, Andreas Kroon. Andreas Kroon haakt al af. En met Nulti weer niet erbij. Maar hij zit er nu wel bij elke lamer. Ja, het tempo valt nu denk ik wel stil. Ja, maar hier rijden ze ook niet meer hoor. Het tempo valt inderdaad compleet stil. De mannen zijn dood na een hele dag. Maar we gaan wel naar de laatste 10 kilometer. En ik ga, het is ook tijd om een keer 1 te zetten. Er is ook wel sprake van traantjesvorming her en der. Juist, zien hier. Trein voor de Streppel zit goed. Wemas komt eraan. Perez, Binion Guermey. Die niet voor de sprintpunten ging, wel verrassend. Het gaat nu hard. Wat tof, wat goed. Hier gaan we nog een stukje overlopen hier. Misschien toch wat kan breken.
Wie zit er hier op 1,5 kilometer perfect? Kroon wordt vroeg gebracht. Cor Nielsen. Van Dijken. 300 meter van de meet. En Weemaas. Schachman. Schachman. Weemaas wint voor Schachman en Guirmay. Ja, dan moeten we maar eens kijken of de kopmannen ergens wat tijd hebben verloren. Sascha Weemans wint de eerste rit in het Baskenland. Pak dan ook de leiderstrui natuurlijk. Maar Van Dijk had natuurlijk wat extra scores gesproken, net als Cor Nielsen. Bergklassement voor Zimmerman. Weemaas pakt de trui, maar die gaat Van Dijken dragen en het doorklassement draagt weer iemand anders. Dat is wel gek dat het jongere klassement door iemand anders gedragen wordt. Exporteren. Pas van een vierde tijdverlies. Zijn er geen bonusseconden aan de meet? Jawel. Kijk maar. Oh, hoe oud is Weemaas eigenlijk? Ik dacht die 125 was. Oh nee, ja, klopt. Ja, ik denk het niet hoor. Ja, dan zou je nu mij zien. Ja. Ja, Tullet denk ik als grootste. Tullet op 9 minuten. Volgende rit naar de Bilbao. Dat is leuk, even Tullet een keer een kans geven voor zichzelf. Dit zijn etappetjes voor, denk ik, Schachman en Guirmay. Ja, klopt zeker. Die is Guirmay wel topfavoriet natuurlijk. En voor de klassementsman is het de zaak om zo min mogelijk tijd te verliezen. Want zo vergeet maar, dit is echt een bosklimmer voor de klimmers. Met twee lastige bergritten richting het einde. Met onder andere een bergrit naar La Pierre Saint-Martin. En nog een bergrit met twee buitencategorie calls, twee eerste categorie calls en dan nog twee van de derde en één van de tweede. Dus heel laag op en af. In het Franse Baskenland, daar zullen de bergtops plaatsvinden. Nou, eerst hier wat heuvelritjes. Met de start op een soort Formule 1 circuit. Ja, de circuit de Navarra, dat is werd gebruikt de MotoGP. En Azamat met de eerste aanval. Berchter, Zimmerman en Le Tournier. Ah, dit vindt het peloton al niet leuk, vier man. Nee, klopt. In dit soort ritjes is dat al gauw te veel. De Tournier weer. Hier worden Brunel en Ferrer geblokt. En dan is drie man natuurlijk nog wel redelijk. Komt de vierde bij, Dan Holen. En ook nog Azamat. Dat is dan weer te veel. Ja. Dat dit het zal zijn, lezen 3. En dat is het ook. Dus voor ons heel simpel. Het eerste deel, dat dan de laatste die klim is, heel makkelijk. We hebben hier de Alto de Urustimendi, de Alto El Vivero en nog de Alto de Arais. Voor de echte puntjes. Is het niet
dezelfde etappe als in de Tour de France? Nee, want finish in ieder geval. Eerst deze Vivero. En daarna kwam nog de Côte de Pique. Of de Alto de Pique, moet ik wel in Spaans blijven. Ah. Dus dat vind ik soms wel vervelend, weet je. Dan doen ze ook Spanje. Heet de Amaronse Berg, heet dan Alto de Amaronse Berg. Je noemt het gewoon Amaronse Berg. Kijk, in de Giro, van mooi, de postbank heette gewoon de postbank. Spaanse trots dus. Ja, Frans ook hoor, dan zijn ze allemaal kot ervoor. Kot, kot dit, kot dat. Kotelet. Kot dat. Voor de verdere punten, ook verder. Klemmetjes gebeurt er natuurlijk geen dag. Niet het tussensprint. En het is gewoon dezelfde voorwaarde verhebben in de tournier. Zijn we bijna bij de eerste auto. Waarom zie ik Andy van der Meijden die live is op TikTok? Live op TikTok. Dankjewel, welkom. Gelukkig jongens. Geen idee dat hij dan hier in het programma. Ja, ik moet vroeg bed uit. Nee, maar ik ga sowieso. Ik sta altijd vroeg op 6:30 zo. Nou, ze zijn op de auto opjes. Auto, ja, ik heb hem ook stilgezet. Zo de Urustimendi, 17%. Ik denk dat het nog steiler zou worden hier in de bocht. Dat kan je wel zien hier, zeg. De 18% wordt aangetikt. En de... Brunel pakt hier nog net de tweede plek, maar Lutternier heeft hier de volle buit. En hier het peloton onder leiding van Anton Charmig. Ik moet nog steeds wennen aan deze nieuwe graphics, dat die klimmen daar bovenaan staat. Vivero. Ik ben trouwens best wel op mijn teentjes getrokken. Hoor. Ik zat even, toen ik die shortlijst aan het maken was ook, net daarna, vlak voordat we gingen eten, zat even door de Wildebeest scoren. Kijk, we zetten Lemtu voor de hand. Dan heb je zeg maar, rit die gaat van Bredene, dus bij Oostende naar Heikkezand, dat is bij ons in Zeeland. Zo moet je door de tunnel. Dus ik zie dit, wat gebeurt er? Hoe noemen ze dat? De Westerschelde Bridge. Ze hebben er een brug van gemaakt. In plaats van te... ja, dan voel je me wat tegen. En hetzelfde heb ik met... En ze liet de Heinkezand. Dat het gewoon echt gewoon een dorp is met een paar duizend man. Maar het liet echt op een weer. Gewoon op een stad van 40.000 man lijken. Met gebouwen die erin stonden. Ik van ja. Ja. Simpele mens. Ach ja. Verwacht ik niet overleggen. Nee. Eerst is er gelost hier trouwens, die al bijna in het peloton terug is. Ja, dat is Bruno. Bruno. Dat is te verwachten. Hij heeft toch wel aardig heuvelstappen. Ja, maar... Lutternier trekt nog even door hier in de afdaling van de Vivero. In Bilbo. Bilbo zijn wijs maar nooit. Bilbo. Nee, een wijsman zei ooit is Bilbo. Welk wijsman? Weet je over wie ik het heb? Nee. Een wijsman heet Jan Boskamp. Wie? Oskamp? Jan Boskamp heet de wijsman. Oh, Jan Boskamp, ja.
Auto de Arijs, verschrikkelijk stijle puist. De aanvallen gaan komen. 16%. Laurens Huis voert de tempo vast omhoog. Hier zit ook de Greif, Fokkeler, Restrepo, Koyasso, Schiavoz, Madua, Vliegen, Soler, Vancello. En wat gaat Koyasso doen? Het tempo omhoog gooien. Hij moet die van voren zetten. De stijlste stroken hier zijn al voorbij. Koyasso valt stil. Wat gaat Tolhoek doen? Ook het tempo omhoog gooien. Gaan ze als peloton over. Nog een aanval. En daar gaat Soler. Daar gaat Soler. Vastgezind wiel. Kan er iemand? Ja, kan ik pak wel de punten. Ja, het een beetje laat. Op de top kan het misschien wel doortrekken. Slaat wel een gaatje. Schachman die Gita zien. Laat het gat vallen. Brenner is ook niet mee. En nu moet ze in de aanval hier allemaal doorknallen. Of in de aanval en de afdaling doorknallen. Hetzelfde gaat voor achtervolgers en de totale chaos in het peloton. Helemaal uit elkaar geschud en ze komen weer bij elkaar. Toch zoveel klimmers die hiermee zijn. Ga maar naar voren, want het is al vrij snel de finish. Ze gaan ook al direct sprinten. En dan heb je Madua, Soler, Madua, Vasquez en Soler is de uitslag van de tweede etappe. Bilbao. Oh, die Gieter nog 4, Cortez 5. Schilmer 6, Vangelo 7, Vlieg 8, Mas 9, Kroon 10. Ik ben benieuwd of ze de gaatjes rekenen. Op de ja, dat zullen we zo zien. Inderdaad. Een simpele sprint. Als je nou eenmaal vooraan zit, dan win je hem ook. Maar dan neemt ook de luisteren over. Bergklassement voor Le Tournier. Puntenklassement zal Wemans nog dragen. Jongerenklassement voor Vasquez. En ploegklassement Manzana. Nou, was ik hier mij? Oh, hier was ik hier mij. Zit toch een beetje tegen. Ja, na deze. Bij Gilletje inderdaad de streep. En dan zie je de Brum mee, niet meer. Niet echt kopmannen mee. Die niet meer. We gaan door. Naar de volgende rit van Bilbao naar Urdax Dantxarrinia. Van 208 kilometer en een flinke heuvelrit. Daarna hebben we nog een tijdrit van 30 kilometer. Zo, Rodriguez van start en Le Tournier is direct in de aanval. Azamat gaat ook mee, nadat het de vorige keer mislukte. Gogol, Vliegen en Sundebluxen. Maar dat is voor de mannen te veel. Er komen ook holen nog met een jump. Ik zit een beetje van achter, sorry. Nou, in principe nog niks veranderd, zoals het scheelt. Peloton laat allemaal niks gaan.
Tja, hier zien wij Jansen. Kevin Jansen, dacht ik. Met Guti van Mark. Te veel man mee, denk ik. Tja. Ik ben benieuwd of er überhaupt of een aanval erbij komt. Dit mag gaan. Ja, vier man zou dan genoeg zijn. Guti en Vermaken maken de sprong. Is dit het dan? Kijk, mooi. Dan kunnen we lekker een keer achter. Tot aan de auto de ITCR. Veel klimmen. 3-3-3-3-3-3-3. En dan nog een tweede categorie aan het einde. Puerto de Archondo. Veel. Dat zijn drie flink steile beklimmingen op het einde. Simpel wordt het niet. Quella de Olivia. Wow. Zo. Alta de Itziar. Oh, ik zit op plus te klikken in plaats van min, sorry. Vermaken tegen de Enels. En het is Vermaken die hem wint. Klopt. Oh, we zijn aan het strand hier ineens, aan de kust. Geen mooi strand. Alto de Montegello. Nu wel Gutierrez voor Vermaken. Guti. Awesome. Ja, wat zegt dat? Ja, hè? Op een lastige klim, de eerste echt lastige klim, Alto de Aritxulegi. Ik vind dat zo'n rare taal, het Baskisch, jongen. Dat is volgens mij ook op niks gebaseerd, gewoon. Het is gewoon een random taal, gewoon. Wartaal. Vermaken. Kan Guti nog bijkomen? Nee, Vermaken, Guti, dat zien we niet. Nou, zijn wat. Die gaat de stap te lossen zo. Als hij überhaupt nog terugkomt. Groningen tegen hem, zouden ze winnen? Groningen. Groningen, nummer 14, hè. Het kukkampioen. Ja. Jongen, maar ik vind dat ook jong Ajax, ook 20ste, dat kan toch niet. Een paar jaar geleden waren die nog de titel gewonnen. Ja, maar als je ziet hoe daar de jeugd tegenwoordig aan is. Ja, het is niet heel erg blijven. De Porto de Agina, waar de koplopers nog steeds wel een flinke voorsprong hebben. De Tugnier zit er eigenlijk wel bij. Die gebruik gewoon steeds een 1 puntje erbij. Want deze twee mannen zijn natuurlijk gewoon een stukje sterker nog. En het is weer dezelfde volgorde. Maar de Tugnier staat nog net aan kop.
Die zal het niet blijven, denk ik, want we hebben hier nog eentje. En nog eentje. Oeh. Ah, zo. Voor de domme. Zo, hé. Zo. Ja, dat heb ik je nog nooit horen praten. Ja. Nou ja, tegenwoordig gooi je mij ook. Tegenwoordig gooi jij mij ook steeds op een nieuwe manier praten. Nou, wordt met de dag beter, hè? Ja, wordt met de dag beter, ja. Val. Met Leemreizen, Rodriguez. En Poulange. Maar de Rodriguez niet echt goed. Die Carlos Rodriguez was echt zo, echt al die tijd. Zo nooit geüpgrade. Nooit geüpgrade. Bij zitten, om een of andere reden. Tja, ik mag Maaike. Nou goed, we gaan... veel foto van mannen achterin. Naar voren. Nou, hij pakt nog wel een puntje voor zijn eigen best. Maar de berg draagt het sowieso naar vermaak op dit moment. Maar Koet pakt niet de punten hier. Dus even wat de tournier voor het klassement. Kijk, 14, 13 en 11. Peloton moet wel even tempo gaan maken om nog die voorste twee te Oei, een flinke val met Aramburu. Onder andere. En die lijkt af te stappen, net als Charlie. Oh, nee, toch niet. Ja, ik denk al, want ze hadden niet die melding gekregen. Of die melding, die dingen dat ze... Je snapt wat ik bedoel. Ze hebben ons even geprankt. Er zijn wel gaten, flinke gaten in het peloton gevallen. En met flink wat kopmannen, maar die worden teruggebracht. Toch gewoon 4 minuten nog steeds bijna. Ja, ze moeten hun best doen, want op het einde is het gewoon nog een berg af. Ja, nu beginnen ze toch wel hard door te rijden. En op die klimmetjes pakken ze zo 2 minuten. Ja, pakken ze zo die tijd terug. Dat moet geen probleem zijn. Oei, Goetie. Oei. Voorbij de mannen niet verdedigd, want nu zijn ze los van elkaar en nu wordt het nog lastiger om langer te overleven. Ja, het is ook nog maar 2,5 minuten inderdaad. En nu gaan we zeker de Collada de Orubia op, dus wordt het nog lastiger. Flinke stijl beklemming. En oei. Laurensen plus en Pavel Sivakov vallen vlak voor de Koya de Dordibia. Raken zo op een flinke afstand van het peloton. Oei. En hier gaat het tempo de hoogte in. Kijk eens. De mannen van Rick Mas, Vasquez, Philippe Soler zitten allemaal van voren. Schelmo is een Madoua. En dan moet je even kijken hier. Ja, dit is oei. Waar zitten ze ondertussen? Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Sivakov en... Die zouden hier wel moeten zitten. Zijn die mannen? Die zijn snel teruggekomen, zeg. Maar dan hebben we wel een flinke sprint. Oei, ze raak hier af. Wat Kiermaier het hier van voren doet. En hier nog steeds. Vermaken. Gutierrez, huh? We hebben de Uno reverse gegooid ondertussen. Hier nog maar 16 man. Ah, ze zijn er nog maar net bij kunnen sluiten, maar het is toch een flinke inspanning geweest. Er zijn nog 2 lastige beklimmingen. Zijn er hier misschien nog
teamgenoten voor bepaalde mensen? Of lijkt het erop dat ze allemaal er alleen voor staan? Ik kan niet direct iets vinden. Oh ja, Manzana met zo'n Madouase. Alle vliegen die hierop. Die zijn gewoon knecht. Oh ja, Sivakov met de Girmay. Girmay met Skelmose. Oh ja, Skelmose, sorry. Nee, niet waar. Hij is van ploeg veranderd, hè? Oh ja, nee, dat klopt, ja. Afrika, natuurlijk. Ja. Hier lijkt niks te gebeuren, een beetje stabiliseren. We zien toch gewoon nog 1 minuut 40, nog één klimmetje te gaan. Dit wordt nog interessant hoor. Hè? 2 minuten zelfs bijna. Nog een afdalingetje, kunnen ze nog wat herstellen. 2 minuten op de Porta de Chonda. Dan moeten ze vanaf de voet aan. En de aanval van Vasquez. Oei, Soler zit niet direct op het wiel. En Vasquez heeft een gat. Alaphilippe op, lost het op voor zijn team, voor zijn ploeggenoot. Madoua, waar zit Madoua? Waar zit Madoua? Daar in het geel. Ja, hier, sorry. Inderdaad. En dan hebben ze in één ruk het gat gedicht naar de koplopers. Wel een goede strijd geleverd. Komt er nog een aanval? We komen nu op het allerstelste stukje. Waar Rodriguez voor de tweede keer valt. Moet iemand een aanval plaatsen? Ze zitten allemaal op één lint. Zoals Nijlands komt terug, man. Waar komt die vandaan? En we zijn praktisch gezien op de top. Zo, en Vasquez weer. En weer niemand op het wiel. Daar gaat die gieter nog. Madoua, Schachman. Heeft hij toch een gaatje? En dan is het gewoon één afdaling. Kan hier op het topje nog een klein beetje de gat dichten. Het lijkt er wel op. Hier ook nog Vakkelem met Kroon. Het is goed, het is afdaling, dus ze kunnen dus allemaal knallen naar beneden. En ze hebben Vasquez ingerekend. Ja, dat is nu degene die voorop zit straks, die wint. Ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon één dalende lijn naar de finish. Vasquez blijft het proberen, maar ik denk dat het Madoua weer wordt. Of Higuita, want Higuita kan... Ja, Higuita. Higuita wint in Ordax dan Charinea voor Vasquez. Madoua, Alaphilippe, Schachman, Skelmose, Kroon, Brenner, Vakkelem en Soler. En dan is er nog tijdverlies. Oh, dat voor deze mensen. Oh, Mas, oei. En Rick Mas verliest 2 minuten. 2 minuten. Ja, bijna 2 minuten verliest denk ik, Mas. Dat is veel. We wachten op Rodriguez zeker, wanneer op hebben. Hier zien we de sprint nog eens een keer. Maar is Mas gevallen dan ofzo? Nee. Geen idee. Zat er gewoon doorheen, denk ik. Klassement nog steeds Madouas aan de leiding. Vermaken neemt het bergklassement over. Madouas nog steeds het puntklassement. En Vasquez zal die dragen. De jonge klassement zal Girmay dragen. Kijk, en die Mas 1,26. Heeft hij nog geluk gehad ook? Dat hij met die andere twee gerekend is. Dan de 30 kilometer lange tijdrit van Saint-Pierre-sur-Nivelle naar Espelette. Ben ik benieuwd, zijn hier überhaupt veel tijdrijders aanwezig? Dat zullen we zo zien hier in het beeld. Of hij wordt zo al gelaten, de game, heel snel. Zeker, Sivakov,
Nou, het eerste deel kunnen we net zo goed. Ja, laten kijken of ik nog goed uitdraaien tegenkomen. Schilmozen. Brenner. Die is het, ja. Cavagna kan nog wel. Cavagna, dat is zien we echt een toptijd hij die mee is. Oh, Leknesund. Dus heeft Kwaardem in de eerste tijd neergezet. Een ware skill, het is wel degelijk. Ja, ik denk in dit veld is dat een goede tijd rijden. Een heuvelachtig, kijk, zie je die heuvel. Op Berg heeft een flinke tijd neergezet. Die heeft een goede tijd. Ook kijk eens, dat is een crack. Maar het is best heuvelige parcours, hè, als je het zo ziet. Zeker, laatste klimmetje hier, dus flinke. Van naar de tweede. Hier hebben we Patrick Bevin. Joachim Daalberg en Daan Holen. Hier is de tweede tussentijd, dus die doet ook goed. Ja, prima tijd uit van Daan Holen. Prima tijd, hè? Fabro. Cavagna. Oh, dit is de beste tussentijd. Beste tussentijd. Flinke 27 seconden teruggepakt op Bjerg. Tussen deze twee puntjes in. En wat zal hij bij de streep terugpakken dan, is de vraag. Staat hij 8 seconden voor. Dus heeft het goed ingedeeld, Remy Cavagna. Chamford is de volgende. Die even in de gaten zullen houden. Vierde tussentijd. Hier hebben we Grosjean. Vierde, oei. Ja, in de, oh, kijk die wind. Heel voor wind. Deze tijdrit is hier bij André Cotte. Mick van Dijken. Ja, die wind die speelt Porta toch hoor, als je 40 wind hebt. Vos. Becker. Tja, ik weet het niet hoor. Hier zien we Koyasso vertrekken. En Leknesund. Die staat ook al op 6 minuten. Maar goed, die heeft die Kitas komen. Hij is misschien wel de beste tijdrijder hier. Klopt. Samen met Cavagna. En bij de eerste tussenpunt, de eerste tussentijd. Maar, en Lee Giles, de tweede tussentijd. Op deze seconde, Lee Giles. Dus de andere goede tijdrijder hier. Hier hebben we nog Gonzalez, zevende tijd. We gaan even terug naar Leknesund. Ik kom bij het tweede punt binnen. Weer de eerste tijd, 24 seconden. Lee Giles, weer de tweede tijd. 2 seconden, loopt deze seconde in. Dan gaan we naar de meet. Op de laatste klim. We gaan eerst naar Leknesund, 500 meter. Is de tijd 2 seconden. Oh nee, dames, sorry. 31 seconden op Cavagna. En weer tweede. Die Giles verliest toch 8 seconden op dat klimmetje. Dan heeft hij toch die klimset. Die speelt daar toch apart. Die klim daar. Hier zien we de Brumt binnenkomen. Juan Sebastián González. Hier zien we Vancello, die toch ook op wel heel flink achterstand staat. Dus denk ik gewoon de kopman, ja. Maar je hebt een Fakkelé, die staat er nog wel prima voor. Maar goed. Vancello verwacht je toch wel meer van. Hij rijdt wel een redelijke tijd. Het kan misschien wat tijd terugpakken in het laatste deel. Dat doet hij niet. Nou, deze wet kan helemaal niet tijd rijden, 6.25. Mijn naam genoemd. En Rick Mas, die weer een goede tijd dit ook. En onderweg naar de streep. En nu is de top 16 bezig. Dus ik ga even helemaal naar achter. En Rick Mas zet een derde tijd neer. 24 seconden, we gaan helemaal hier naartoe. De Madden was ook al bezig.
Maar dat was Vasquez Higuita. Guillaume, Schachman, Kroon. Soler heeft de tweede tussentijd neergezet op 6 seconden. Schermo is de derde op 12 seconden. En hier zijn we allemaal bezig. En het is druk hier. We gaan naar de streep. Attila Valter. Die binnen gaat komen. Rijdt een prima tijdrit. 51 seconden van Leknesoet. Even kijken of iemand bij het tussenpunt komt. Higuita net gepasseerd. Hier gaat Alaphilippe passeren. 1:17,5. Dan hier Sivakov bezig met de snelste tijd. Hij rijdt een goede tijd erdoor, Pavel Sivakov. En ook 16 seconden voor Leknesoet. En dan Vakalé. 17 op 2 minuten 4 van Sivakov. We gaan even kijken wat tussentijden. We zien dat Vasquez 1:44 bij het eerste tussenpunt. En Modua. ...1:30. Guillaume 4:24. Godverdomme. Schiamoze 4 op 23 seconden bij het tussenpunt. We gaan naar de streep. Laurens de plus. Aardig tijdrit. Prima. 9 op 1 minuut 6. Komt Brenner binnen, valt toch misschien een beetje tegen. Even het tussenpunt Solaire geweest. 2 op 9 seconden. Brenner naar de streep. Is veel deze 1:42 af de plek. Schachman, nou ja, we gaan naar steep. Goed, Alaphilippe had ook alweer veel verliezen hoor. 1:25. Schachman tussenpunt 2,5 seconden verloren. En Schelmo is op de steep, derde op 23 seconden. En dan komt Soler, die de volgende die binnenkomt. Over de top. 19 op 1:21. Soler aan de meet. 2 of 4 seconden hoor. Komt nog heel vlak, heel dichtbij. Ik denk dat er niemand hier weer aan zou komen. Nee, nee, nee. Vasquez 2:46. Guillaume 6:49. Ik kwam hier voor ritten naartoe, maar het lijkt erop dat hij gewoon leeg aan het thuis had. Thuis te komen. Maar dat was 2:22. We gaan naar de streep. Maximilian Schachman. Verlies in 56 seconden. Higuita. Nou ja, Guillaume, daar weten we sowieso van. Zeven minuten dertig. Vasquez, die gaat ook minuten aan zijn boek krijgen. 3:05. En dan hebben we nog van het tempo de was. Twee 41, zo. En Sivakov blinkt hier hoor. Over. Ja, dat is een serieuze gooi naar eindwinst. Ja, 5 seconden op Soler, 17 op Leknesoet, 24 op Schermode. Dan gaan we even naar het algemeen klassement kijken. Als hij klaar is met celebraten. Het is zuur van Mas dat hij al zoveel verloren heeft. Sivakov 1, Soler 2 op 1 seconde. En dan volgt Schermode op 3 op 24 seconden. Schachman op 4 op 51 seconden, maar ja, die heeft niet de beste klimset. Dan de plus op 1 minuut 7, Afvalte 1:09, Guita 1:21, Brenner 1:25, Alaphilippe 1:26. En daarna boven de 2 minuten, nou Bergtreffer nog niks, puntenklassement ook niet. En Schelmo is de nieuwe leider in het jongerenklassement. We gaan door naar de eerste bergrit, naar La Pierre Saint-Martin. 162 kilometer aankomst bergop. Het is tijd. Veeg ze van het matje. Adel en Topos. En daar wordt het publiek een beetje opgewarmd door Chico. Chico, ja, en
Martians. Wat je ook moet doen is kijken. Dit is onder de Martian Martians. Dit is een Martian. Dat is een Martian. Had jij vroeger ook een Martian, toch? Nee. Zo'n Martian. Noordstap. Ja, dit is wel, ja. En een Martian. Goed, Hans, dankjewel. We gaan naar Ado en Top Os. En daar wordt het publiek een beetje opgewarmd door Chico. Chico, ja. En hij zweeft het vinkste van het matje. En zoals je vindt, Chico. Zo. We gaan van start in Bayonne. We zitten al in Frankrijk ondertussen. Oh, daar zaten we er net ook, laat maar. En de eerste avond komt van Ruben Guerreiro. Met Fancello, toch wel interessant die mee wil. Meintje, Stullet, Vos, Feline, Cavagna. Daar komt Becker nog. We zien Vacek met Anton. Interessant, zo les stuurt een mannetje mee. Interessante klimmers zitten wij. En Rieke, wat zei je? Er zitten een paar interessante klimmers bij, denk ik. Oh ja, zeker. Met Vos. Met Vos, met Tullet, met Vancello, met Meintjes. Ja, Vancello zeker weten. Ja, dan komen Vacek en Anton nog aansluiten. En Rieke, die hebben Bergdreven Maak, Polansch, Eg. Chamford, ook niet slecht. Die ploeg op Tiberi komt erbij. Maar dit rijdt Joachim Dauberg dan wel dicht. Elfman is voorlopig genoeg voor hem als Enrique aan kan sluiten. Dan heeft Vos nog een ploeggenoot mee. Maar het ziet er niet goed uit. Terwijl het peloton het blok erop gaat. Dus dat is klaar. En het lijkt dat dan Enrique ook aan kan sluiten dan. En wat kan betekenen voor zijn ploegmaat? Dan zitten we met Tullet alleen. Nou, zo kan beter andersom beginnen. We hebben hier... Ja, ook alleen een duo hier bij ons. Bijvoorbeeld, daar hebben we Feline, Tullet, Enrique, Vos. Meintjes, Guerreiro, Becker, Vacek, Cavagna, Vancello en Anton. Op de Côte Chouicon, Mandy, wat zei je? Zijn er komen ook bij de eerste puntjes uit voor de Bertra. Zeker. 3, 2 en 1, zelfs een derde categorie in principe. En Vos voor Becker en nog eentje. Tussenprinten, we gaan ze gewoon zo doorheen. Gaan we even een keer achter richting de eerste tweede categorie klim van de Col de Das Consabal. En dan volg van Feline uit de kopgroep. Het zit ook niet mee tot nu toe. Komt ook niet meer terug. Maar toch wel. Ja, ik heb terug. Tempo ligt niet hoog daar. Ja, de kopgroep krijgt dus ook niet heel veel ruimte, zoals ik al zei. Nee, 3,48. Ik zie dat ze allemaal al heel dicht vlakbij staan. Nou, dat is lastig. Er zit Anton op 7,19 dichtstbij. En Vacello 7,28. Maar goed, Vacello natuurlijk voor de ritwinst. Kijk, toch al Fima streppen vallen ondertussen. Ik moet zeggen, toch flink klim hoor, deze Colle Burin Curuchetta. 7,9% aan 10 kilometer. Bijna een lijnrecht omhoog. Waarin zijn ze aan de klim bezig? En we zitten op smalle baantjes, maar het zal alleen deze klim zijn, inderdaad. Ze gaan denk ik ook aan de sprint beginnen voor. Ja, ik moet even naar boven. Vancello vecht met Anton. En de puntjes zijn... Oei. Voor Vancello. Vraag voor Anton. Toch 5 punten te rapen. 6 zelfs, 6-4-2.
Nou, daarna de derde categorie, dat stelt niks voor. Vierde categorie ook niet. De La Pierre Saint-Martin-beklimming is toch een flinke hoor. 16 kilometer, 7,6%, maximaal 15,5. Venusberg op, dat is een echte flinke. Vanille komt weer aansluiten. En ik zie een splitsing. Wat zei je? Oh ja, 5,5 minuut. Ja. Hey, best scherp, jongen. Ja. Nou, de eerste echte klim. Col de Burun Bourdin Curuchetta. Wat een naam die Baske zegt. Ze hebben toch echt flink 6 minuten al ondertussen. Meer 6,5 minuut. Ja, Enrique op kop voor Tobias Vos. Cavagna en Anton in zijn spoor. Jongen, jongen, het regent gewoon in Valencia. Enrique is klaar. 3 kilometer nog naar boven. Vercello en kop. Ze hebben een groot gat hoor. Ik zal even de dingen aanzetten vanaf Sivakov. Vercello 7:37. En er staat virtueel kop. Nee, Anton, sorry, Anton virtueel aanleiding. Zullen ze denken, oh, ik ga verkleinen en bellen tot naar Grosso voor de winst gaan strijden? Celou valt als eerste aan. Voor de 10 punten die te rapen zijn. En pak ze niet, wat Tullet komt er nog overheen. We zien dat Anton er al doorheen is gezakt. Met, nu hebben we nog maar 5 man over hier. Guerrero heeft het ook al lastig. Ja, die gaan ze hard door. Jongen, het komt bij bakken uit de lucht, zeg maar. Hopelijk is dat woensdag niet zo als ik daar aankom. Dat moet niet voor je, nee. Oh, dat je niet hoopt. Nee, dat hoop ik ook niet. De Col de Bagardi. Niet heel lastig. Maar het ziet toch dat Guerrero er niet bij kan benen. Hij kiest voor zijn eigen tempo. Het is wel lekker weer als de aankomst. 25, 26 graden. In Valencia. Ja, in de buurt hè, waar ik kom. En de punten op de Bagardi zijn voor Vos, voor Mijns en Tullet. En kijk, wie er doorheen is gezakt. Van Cello. Maar ze lekker er allemaal een beetje. Ja, het is een lastige rit geweest. 6 minuten hebben ze ondertussen op peloton. En meer, natuurlijk, want Van Cello zit er niet bij. Deze drie allemaal bij me achterstaan. Ja. En Vercello komt weer teruggesprint. De Col de Larao, een klein stukje van de Port de Larao die we in de Vuelta Spanje hebben gezien. Maar dan van de andere kant ook. Toevallig. Mijntjes voor de putjes gaat sprinten. En hij pakt ze ook voor Tullet en Vos. En dan zie je, kijk hoe. Mama. Ja, maar. Hoe dichtbij het ook staat in passen. Hè? Ja, ik kan het peloton kansen nog terugpakken hoor. Weer is zo slecht. Weer is zo slecht. Waar? In Valencia. Regen. Meen je? Meen je dat nou? Je hebt zo'n spin op je bord. Kom met bakken uit de lucht.
Is het weer slecht? Ze hadden ze geen jaf gegeven. Nee, alleen vandaag hoor. Heb je bed verschoven wel? Bed verschoven? Nou, er is even een tussenstukje tussen de La Rau en de Côte de la Pierre Saint-Martin. Verleidje. Maar we gaan beginnen. En de koplopers beginnen met een bijna 6 minuten voorsprong. Ja, peloton weer van serieus tempo, denk ik. Want ineens vliegt de man. Ja, de mannen van Madouin. Ze hebben er zin in daar. Avalfos voorin. Aanval op Tobias Vos. En ze zit aan Mantwiel direct. Op de nog makkelijkere stroken. Maar niet voor lang. Want Vos wordt direct gecounterd door Roeimeintjes. Die Vos. Ja. Zal er nog wel bij terugkeren, denk ik. Maar het zal moeite kosten. Die gaat het eerst breken hier. Oeh, 30 seconden al. Ja, Vacello is het lastig. Ja, Vacello zit er doorheen. Ik kijk Vos ook direct op een flinke achterstand hier. Ja, nog maar 5 minuten. Dan kijken we naar Tullet. Hier al de eerste aanval ook. En Vasquez met de aanval. Die moet ook minuten goed maken. En er wordt gecontroleerd door de mannen van Madouas, maar die moet ook minuten goed maken. Een gaatje. En waar zit de leider? Hier zit Sivakov, Solaris, Kiyomoos. En nu schuiven ze allemaal aan. Vos. Is weer terug, erbij. Die voetje eraf. En hier zijn deze mannen. En aanval van de plus. Wat er was, Gita, Sivakov, Brenner. Oei, Madouas gaat erop en erover. Zo, van het helemaal Madouas. Dat is een flinke aanval. Zit er wel gelijk doorheen. Maar Den Brumt rijdt het gat direct dicht naar de andere en zal het nu ook verder doen. En voor wie is dat dan? Dat is voor... voor wie is dat dan? Voor Skelmozen natuurlijk. En voorin gaan ze het niet halen, denk ik. Of nee, dat is nog steeds de tijd op dingen hier natuurlijk. Oh ja, sorry. Ja. Schachman valt nu aan. Ja, ik denk dat ze wel voorin voor de strijd gaan, voor de winst gaan. 3 minuten hebben ze. Je ziet ze daar rijden. Zitten nu op de snelste stroken van de Pierre-Saint-Martin, hè. De Brumt rijdt het gat dicht op de Schachman, bedoel ik. Die ligt de tempo ook niet. En Nise van Aramburu die opschuift. Vasquez zit wel op een tweede wiel. Daar moeten we wel op letten. En Meintjes gaat. Vos is gekraakt, maar zit allemaal dood. Is dit de kans voor Tullet? 5 kilometer nog maar. Maar als ze hier één keer aanvallen, en dat doet Skelmozen nu. Sivakov in het wiel. En nu moet iedereen erachteraan. Dat doen ze ook. Dan komen ze er snel bijna voor. Zit allemaal dood. Oeh, en Skelmozen trekt hem lang door. 7 man. En geen Mas, geen Igita, de nummer 7, en dat was ook niet. Vallen nu veel man weg. Skelmose blijft maar gaan. En hij is nu wel dood. Je ziet mensen opschuiven. Ze zijn allemaal dood. Alle 7 zitten ze dood. Dat is Vos. Ja, Tullet heeft nog een kans, ja. Nog 3 kilometer en het hele peloton, de hele kopgroep zit dood hier. Nee, ook dood. Allemaal dood. Allemaal dood. En wie is dan het sterkste van de strijd der stervende zwanen? Degene met de hoogste klimstand over het algemeen. Ik denk gewoon de meeste, degene met de meeste energie. We zijn hier in het skidorp ondertussen. We draaien nog een rondje. Het is tussen deze 9 man. Vasquez heeft nog een ploeggenoot, maar ja, meintjes kan die niks betekenen. Wie gaat er als eerste aan? 1 kilometer.
gaat bergop. Natuurlijk. 600 meter, 500 meter. 400 meter. Ze gaan amper kunnen sprinten zelfs. Ja, het gaat Skelmoze of Sivakov. En we zien dat Skelmoze hier wint. Voor Sivakov. Goal! Wat een goal van Gaia. Ja. Dat moest er even tussendoor komen. Excuses. Kapita, ja. Hij is terug. Oh, la. Tuurlijk, jongen Gaia. Lekker chip, joh. La. Ondertussen komt iedereen even nog binnen gewandeld. Nummer laatst Michael Hepburn. Ik weet niet wat hij eigenlijk doet. Gaat hij de tijdslimiet halen, is dan de vraag. Oh, 30 seconden over. En je ziet dat Soler 30 seconden verliest. En dat Gelmo Sivakov toch wat secondjes pakken. Waardoor het algemeen klassement er nu zo uitziet. Sivakov heeft 20 seconden op Gelmo en Soler. De rest volgt op 1:17, 19:33. En zo voort. We maken nog in de berg trouwens. Evenveel puntjes als mijntjes. Puntenklassement is voor Skelmoze. Net als het jongenklassement. De laatste rit 190 kilometer van Oloron Saint-Marie naar Saint-Jean Pierre de Port. Het Col du Soudet. Met de Col de Bagargui, met de Col de Loire El Ursaro en de Col d'Ataburu. En ook voor de bergtrui vandaag belangrijk. Heel belangrijk, veel punten. 10 plus 10, sorry meer, 15, dus 30 plus 10. Is 40, is nog een stuk meer. Dat zal wel in de 60 punten als iedereen alles. Van Louis Meintjes direct, want die wil voor de berg terug gaan. Chamford, Leemruizen, Hole, Carvey, Vancello, Maika, Fabro doen allemaal pogingen. Daar zien we gaan met Multi met Dan Hole. Barguil, de Venetian van Gil Costa, Carvey, Chamford, Meintjes, Kiaan, Vermaak, Tullet. Kan je wel zeggen, ja. Me staya se pregunta. Quienes son? Lastig ding is, zegt Nicole de Soudet. En dan hebben we met twee vluchtjes. Somos el equipo. Quienes son? Lo. Wie zit er namens de tweeën voorop? Hole en McNulty nog steeds, maar McNulty haakt af. En Hole gaat van tussen sprinten, hoor. Zo, er wordt gecontroleerd hier. En voor wie doen ze dat dan? Het is een rare move van de Israël Premier Tech. Dit is ook een stijl die je zegt. Daar heb je Leemreizen met Colomer, met Lekmensoe, met Chamford. Verliezer Angel Costa met Kroon.
daar gaan Kelderman en Carvey. En Tullet, hoop ik. Die zitten hier nu allemaal voor de bergtrui voorin, die al punten hebben. Niemand. Zit allemaal hier. Ah shit, er was geen Tullet die voorin zit. Tja. Maar ook allemaal een Lacroix. Lacroix is die drafrenner ofzo. Ja. Oh ja, die komt niet bekend voor. Is ook niet helemaal kansloos in deze rit. Op de steile strook hier op de Soudan. Twee kilometer van de top. 3 minuten voorsprong op het peloton hier. Niemand heeft überhaupt een puntje voor de bergtrui voorop. Nee, dus dat is volledig vlak. Vind je nog het meest frappante van allemaal? Er zijn zoveel punten te verdienen dat het eigenlijk... Carvey is al klaar. En Rango Costa of Marti Colomer? Rango Costa. Kroon, Leverijs, Leknesund. Ikerman, Carvey. Lacroix, oei, ook al. Twee man mee en twee man die er af liggen. Ja, gaat top. Ik denk dat er gewoon op zo'n hard tempo omhoog gereden is op die eerste keer bergop. En de val van Madouas en Brenner. Oei. Oei, 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 maar ze zitten er alweer bij. En Chukwu die valt ook. Die zit er ook alweer bij. Nou. Naar de Côte de la Rau alweer. Het is precies het omgekeerde van de vorige rit. Leemreis pakt de beurt voor Rango Costa. Of wel gewoon 10 punten op de HC. HC buitencategorie. Dat is exact hetzelfde. De bakkerkie begint simpel, maar daarna stroken, jongen. Niet normaal. ...14-15% continu. Die denkt de moeten gepakt hier. Kan Rango Costa nog over? Ja, die kan er nog over. En Chamford kan er niet over, want Rango Costa pakt hier de punten. Nog eens 10 erbij. Ja, nog eens 10 erbij. Kijk hoe dik die aan het bergklassement met de kop gaat. Gaat het hard? Gaat het hard, ja. Dus hier, maar alles wordt hier beslist. Oh, hier kan je nog 3 punten rapen op de Boerendien Curuchetta. Daar kwamen we toch net ook boven. Geen idee. Hier zijn ze voor Chamford. Een leeuwreizen.
Zo zijn hard die aan het doorrijden waar ik was. Maar wat zei Oreski? Ja, die willen Mas nog een laatste kans geven. Die toch ooit vrij matig is, deze honden. Zijn ze hier voorin toch wel kansloos? Op de Elorsaro gemiddeld 9,2% over 10,6 kilometer. Wat een beest. Maximaal 14,7. En dan hebben we nog de Atta-boer. Gemiddeld 11,3 over 7,3 kilometer. Pff. Oh, we zitten zelfs op de gravelstrook hier. De top gaan we toch weer naar brede paadjes. En dan gaan we naar de bergsprint kijken. Wordt ingezet door Leemreizen. We zien dat Lacroix afhaakt. En Rango Costa kan ook niet meer. Dan pakt Chaffer de punten voor Leemreizen. Colomer en Rango Costa. En Lacroix, we moeten nog heel lang wachten op de peloton. Ja, er gaat alsnog tullen, denk ik, voor een paar puntjes. Ja. Eén puntje, denk ik. Ja, dat doet niet heel goed meer. Tja, één puntje. Oei, en dan zie je toch wel dat Leemreizen hier en Chamfort die beter zijn dan Rango Costa en Colomer. Nou, Rango Costa wel logisch overigens. Maar ze hebben hier genoeg tijd in de afdaling te herstellen. Om ze naar de Atta-boer te gaan. Godverdomme, ik hoor gewoon midden, ik hoor deze Toputama op die tv. Dan roept ineens een random supporter. Allee. Dat is altijd daar. Ja, wel mooi. Komt er hier nog een aanval? Ik zie hier wel iedereen één beeld, dat is wel fijn. Peloton wel weer heel veel tijd weg. Stel ze nog een beetje kaart inhalen en weer laten lopen. Ja, omdat de andere mannen het niet willen doen. Zie je of vindt het wel goed zo. Het moet van Soler komen. Zou je zeggen. En van de Schermose. Als het daar niet van komt, dan gaan we even naar voren. Nou, wie neemt de Bertra? De beslissing valt hier, denk ik. Ja, Rango Costa haakt af. Leemreizen pakt hier 10 punten. Wat gaat hier gebeuren? Komt hier nog een aanval van Soler? Schermose. De afgehaakte Lacroix die hier op kop gaat. Tjonge jonge. Dan gaat het niet hard. Louis Mijntjes gaan nou weer puntjes proberen te pakken. En ik zie dat Leemreizen 1 punt voorsprong heeft, maar wij gaan nog naar een derde categorie. En hij kan er niet meer bij komen. Maar Chamfort kan ook nog de berg eruit pakken. Ah. Goh. Spanning alom. Tjonge jongen, wat een afzwijzer. Ja, en ook de overwinning zal hier gebeuren, denk ik. Het gaat het peloton niet meer goed maken met alleen die afdaling dadelijk. Nee, 5 minuten, dat is wel eentje voor, voor de koplopers. Want als ik dit peloton zo zie, dan is het 3 keer niks. We gaan naar de beslissing om de bergtrui te vertonen. Dit wordt nog wat. Ben benieuwd. Oei. Het is een kilometer. Het is
tweede keer dat we hier zijn. Ja, klopt. De tweede keer dat we dit kleine stukje zijn. Nou, wie gaat er aan? Wie gaat als eerste aan? Shanford moet langs Rein reizen. Nou, dan moet Colomer er ook voorbij. Nee hoor, Leemreizen pakt de bergtrui. In de ronde van het Baskeland voor Shanford en dan wel Korsten. Arme man. Ja, hier gebeurt ook niks meer, hè. Het is een saaie boel. We gaan kijken hier naar voren, want hier gaat de strijd om de ritwinst losbarsten. En Leemreizen met de aanval. En weer Leemreizen. Vertrouwt het niet op de sprint, maar goed. Ja, dan snap ik misschien wel waarom Colomer hier de beste sprinter is. En die zit al de hele tijd in het wiel te wachten. Zijn doel is hier niet voor de bergtrui, maar voor de ritwinst te gaan. Het zou wat zijn voor Marty Colomer. Ze komt niet weg in ieder geval. Nou, het zijn 3 kilometer. Het gaat tussen deze mannen voor de ritwinst. En trouwens, Leemreizen kan nog een mooie bonus pakken. Van 6,5 minuut. En dan komt hij gewoon 6,5 minuut. Niet de top 10 binnen. Nee. Nou, daar gaat Colomer aan. Kan hij zijn favoriete rode waar maken? Nee, hij wordt geremonteerd. En het is Jacob Shanford die wint in Saint-Germain-des-Prés. Met zijn 62 split. Voor Colomer die het toch niet had. En Leemreizen. Leemreizen. Korsta wordt vierde en hier in dan wordt het een veredelde sprint. Tja. De saaie boel als het zegt, jongen. Behoorlijk. Dus de winnaar is ook bekend. Pablo! Maar je toch ook met mij zo? En ook met Samson. Ja. Zo, ik schrik met drood, man. Wat was je de agenda? Fijn dat Sino eventjes binnen kon vallen. Hij kwam niet binnenvallen voor die sound. Ik denk al, jij zou het niet zomaar doen. Maar Sivakov wint zijn derde ronde van het jaar. Derde week na Colombia. Parijs-Nice. Nu ook Baskeland. Zo. Pavel Sivakov. Wat een transfer van de... Ja, je zou hem maar verkocht hebben. Dat is... Je zou hem maar verkocht. Dan zou ik me wel eventjes heel erg kut voelen. Zeg, het duurt het wel lang. Gaat hij buiten tijd komen, die omgoor of zo? Dan ga je bij de streep wachten. Gaan ze buiten tijd komen? Nee, ze hebben nog tijd over. Helaas. Jacob Shanford. Wint in Saint-Germain-des-Prés voor Colomer. Leemreizen. Hé, rood voor Cadiz. Lekker hoor. Ze hebben een gele trui hoor. En Sivakov wint het algemeen klassement. Forsky jongens en Soler. Die derde woord op. Ja, wat is het wel? Het is de tiebreak is dan de vraag. Maar goed. Oh ja, dat is echt rood gat. Leemreizen wint een bergtrui. Mooi truitje. En Schielmoze de puntentrui. Jongerenklassement is ook voor Schielmoze. Dus een prima ronde voor Schielmoze. Tweede plek en 2 trui. En dat was hem dan weer. Nou, top. Prima. Strik eromheen.
En wegwezen. Dan hebben we toch nog weer even doorgewerkt, een ritje. Een rit de koers. Ja, we moeten snel maar weer door. Volgens mij hierna zijn het drie klassiekers of zo. Drie klassiekers is die. Ik denk dat daar wel... dat moet wel gebeuren. Alleen maar klassiekers. Van de Scheldeprijs tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Ah, precies. Kijk eens aan. Nou, moeten we snel maar weer doen dan.